Welkom in de doos van Thomas. Ja, er zijn een hoop statieven zo hier en zo. Vandaag gaan we een heel bijzonder pakketje versturen. En nu de koerier. Ik word de koerier volgens mij. Fuck, is een meisje. Goedemiddag. Hi. Hallo. Kom een pak. Pak je? Ja, hier. Ja. Dat is groter dan verwacht. Er zijn een hoop statieven zo hier en zo. Oké. Zo. Nou, bedankt hè. In zo'n rode wagen, zon of regen vlagen, brieven pakjes brengt hij door. Oké, hij zit nu gewoon in het distributiecentrum. Misschien is het best leuk als wij zelf het pakje misschien brengen. Zullen we dat vragen anders? Ja, is goed. Oh joh. Is het mogelijk dan dat wij de rit overnemen? Ik zou het zelf kunnen zeggen, ik kan even contact met de baas opnemen. Ik kan. Giel heeft net gewoon geregeld dat we bij een boer, gewoon bij een random boer ergens op een platteland, dat we Thomas in het pakketje mogen afzetten tussen de koeien. Hoe fucking briljant is dit echt? Hoe was het? Ja, dat was echt best wel eng hoor. Hoezo? Die gast die reed als een meloot, hè. Ik ging echt van links naar rechts. Weet je wie die gasten waren? Nee joh. Nou, ook een keer een leuke opdracht voor ons, waar ik misschien hun een keer in een zeiken mee kan nemen. Laat ons weten, vul je opdracht in op de site en je weet, voeren wij hem uit. Tot de volgende keer. Klootzak. Oké, we zijn eindelijk in Utrecht. Het is nu echt tijd voor een biertje.